als techneut wordt geheel terecht van mij verwacht dat ik van alles over de techniek van auto's weet. Maar waar ik wat minder van weet, dat zijn getallen en dan vooral verkoopgetallen. We zitten nu in een Mazda 6 van 2006. En dat was volgens mij, maar ik ken de getallen niet, maar in mijn beleving wel een succesnummer voor Mazda. En dat snap ik wel, want die auto's die rijden eigenlijk hartstikke lekker. Ze sturen ook echt goed, mooi strak onderstel. Qua motoren, ja, die diesels, dat is een beetje vreemde karakteristiek die ze erop nahouden. Maar je kan er een eind mee komen, want dit exemplaar heeft al 476.000 kilometer gelopen. En de RF diesel die hierin zit, daar hebben we er in het verleden wel eens een of twee van vervangen. Daar markeerde gewoon wel eens wat aan, maar echt slecht waren ze volgens mij niet. Verstuivers daarentegen, ja, daar is wel eens wat mee. Waar je het eerst aan merkt dat die dingen slijten, is dat die auto's met een koude motor heel luidruchtig worden. Ouderwets gaan nagelen. Ja, toen ik net in deze Mazda stapte en hem startte, toen was die nog half warm. Maar toen nagelde die ook. En liep die niet zo lekker. En hij stinkt. Hij stinkt alsof er ergens uitlaatgassen lekken. Rond de verstuivers of nou ja, in ieder geval voordat er iets weggefilterd is. Dus dicht bij de motor. Nou, hij loopt slecht, mogelijk doordat er een verstuiver niet lekker is en hij nagelde er dus ook bij. Dus daar gaat sowieso iets niet goed. Het vervelende voor de eigenaar van deze auto is dat als je daar wat aan zou moeten gaan doen, je echt al zo ver over de dagwaarde van die auto heen gaat. Ja, dat is bijna niet te behappen. Kringen zijn hartstikke duur. Het is redelijk wat werk om ze eruit te halen. Maar als je ze naar het testen, kost allemaal geld. Je hebt nog pakketjes en wat ander montagemateriaal nodig. En dat kost bij Mazda allemaal ontiegelijk veel geld. Dat ja, is niet te vergelijken met de onderdeelprijzen van enige andere Europese auto. Dus een beetje lastige auto eigenlijk wat dat betreft. Echter, als je kijkt naar het interieur, de knoppen, schakelaars, versnellingspook, stoelen, dan is het echt nog een mooi ding, joh. Het is smaakgevoelig. Ik vind het niet per se mooi. Het is wel functioneel, maar het ziet er echt nog goed uit. Petje af. Hier zijn mensen zuinig op geweest en de kwaliteit is goed. Dat kan niet anders. Anders is het na zoveel tijd niet in deze staat. We zijn bijna terug op de zaak. Het is natuurlijk niet allemaal Hosanna. We hadden al benoemd dat de motor zo nagelt. De airco werkt nauwelijks. Stank van uitlaatgassen. Bediening van de ramen. Die knoppen hier die ik links voor heb, daarvan werkt alleen die knop voor mijn eigen raam. Maar de rest niet. De motor hikt soms. Verstevig ook. Vermogensafgifte is ook lineair, lijkt iets turbodrukregeling probleempje of zo. Er zit een knakje in de voortrein, hij trilt met remmen op de snelweg, hij trekt naar rechts. En bij lastwissel, dus gas los en gas geven, zeker op wat hogere snelheid, dan voel je een bonk door de hele aandrijving gaan. Dus daar mankeert wel wat aan. Deze week een klokje rond een Mazda 6 en ook nog eentje met een dieselmotor. Een auto die je echt niet veel meer ziet. Brian, hoe lang heb je hem al? We hebben hem in 2014 gekocht in de familie. Ja? En ik heb hem van mijn vader overgenomen. Oké. Okay. In 2018. Ja, dus hij is al een hele tijd bekend bij jou. Maar, ja, we hebben hem al 6 jaar in de familie. Ja. Ja, veel mee gereden sinds die tijd? Ja, ik ongeveer 40.000 kilometer. En mijn vader heeft er bijna 3 ton mee gereden. Oh, oké. Okay. Echt wel heel veel. Ja. En is er veel aan mee geweest in die periode? Nee, eigenlijk weinig onderhoud. Het is elke 20.000 kilometer een beurt. Ja, ja. En voor de rest eigenlijk geen grote dingen tot recent het stuurhuis vervangen is. Ja, oké. Okay. Dat was het eerste grote ding. Ja. Hey, en wat verwacht je van de keuring? Ik hoop dat het allemaal goed gaat, dat het allemaal goed gegaan is. En dat hij nog even mee kan. Dus
Het is even de vraag of je mee kan nog, of dat hij vervangen moet worden. Dus. Ja, oké. Dus je bent echt hier om te kijken van, kan ik er verder mee nog? Ja, of ik nog een flink wat kilometer bij kan zetten. Ja. Ja. Oké, nou, we gaan dus kijken. Wat hier opvalt is dat er wat olie lekt ter hoogte van de distributiezijde van de motor. En het lijkt wel alsof die olie langs de boutjes van de distributiekap naar buiten komt. Wat doet vermoeden dat daarachter dus ergens olie lekt en die distributieriem misschien ook wel helemaal onder de olie zit. Daar ben ik benieuwd naar. Dus ik schroef even een paar boutjes van die kap los. Dan kan ik hem een stukje aan de kant halen, hoop ik. Eens kijken hoe dat er daar uitziet. De multiriem is al behoorlijk aangetast in ieder geval door die olie. En mijn handen beginnen nu ook al aardig smoezelig te worden. Nou draai je tegenwoordig een hoop distributieriemen van mee in de motorolie. Maar dat was bij dit model nog niet de bedoeling. Dus dan pak ik mijn lamp er weer bij. Oh wauw. De riem is helemaal kletsnat en de olie staat echt dik aan de binnenkant van die distributiekap. Zo'n distributieriem moet gedurende lange tijd heel veel kracht overbrengen en staat normaal heel strak gespannen. Dit exemplaar zit zo los. Dat is echt niet oké. Normaal gesproken zou ik adviseren, en dat ga ik nu ook doen trouwens, om hier überhaupt niet meer mee te rijden. Dat moet je niet doen. Die riem die staat gewoon op knappen. Ah, lekker. Colaatje. Standaard onderdeel van de controle is een inspectie van radiateur en airco-condensor en soms ook intercooler als die er zijn, door de voorbumper te zien. De airco werkt al niet goed. De condensor is ook in deplorabele staat, kan ik wel zeggen. Die is gewoon op. En hier zit een opening in de grill die de andere kant niet heeft. Daar zit de intercooler achter en daar ligt allemaal drap. Die ik identificeer als olie met zand. Die intercooler is hartstikke lek. Ja, na het zien van die enorm slap hangende distributieriem is de moed mij eigenlijk wel een beetje in de schoenen gezakt. Maar we proberen positief te blijven. Maar ja, tegelijkertijd zoek ik natuurlijk altijd naar defecten. En die vinden we hier ook wel een paar. De motor lekt echt veel olie. En hier is een hydrauliekleiding van de koppeling. Hetzelfde materiaal als remleidingen. Nou, als een remleiding zo verroest zou zijn, dan hadden we hem erop afgekeurd. Ook hier zie je weer dat die intercooler echt behoorlijk lekt. En als we dan naar achter toe gaan, ik ga daar met mijn speciaal gereedschap aan het prikken. Dan komen we toch in allebei de dorpels, of de uiteindes daarvan, een flink gat tegen. En de uitlaat, je kan het horen, daar is een stukje van afgebroken. Dat is niet zo erg, maar er ligt ook iets los in die uitlaat. Dat hoor je rinkelen als die motor stationair loopt. En die roest, jongens, zo ontzettend veel roest. Het meeste is oppervlakte roest, maar er zitten dus ook een paar gaten in. Ja, als je hier wat al los moet draaien bij die achterwielophanging of zo, dat wordt echt een gevecht. En dat moet eigenlijk, want die schokdempers achter, die zijn zo best niet meer. De auto zakt bij het afrijden van drempels veel te ver naar beneden. Dus je zit eigenlijk constant op de eindaanslag van de vering. Wat je kunt zien aan die dempers vanaf de buitenkant, is of ze lek zijn. Maar als lekkage een tijdje geleden is, dan is die olie verdwenen. Maar toch blijven er soms sporen achter. En dat zie je heel mooi aan de linker achterdemper. Daar zit een soort laag modder of zand tegenaan gekoekt, die er niet zomaar vanaf komt. Dat is oude olie van lekkage. En letterlijk zand van de weg. En dat heeft de linkerdemper heel erg. Er is een hele dikke laag koek omheen. En de rechter helemaal niet. Die linkerdemper, die heeft gelekt. En dat is ook wat je voelt als je een drempel afrijdt.
Brian vertelde me net dat hij hier kwam met als reden dat die auto aan een nieuwe distributie toe is en of die de investering nog waard is. Dus ja, het woord is aan jou. Nou, het eerste, dat klopt. Ja. En als het op de tweede vraag is nee, wat mij betreft niet. Ik zal uitleggen waarom. Die auto die markeert van alles. Er zijn veel slijtages aan die gewoon bij de kilometerstand horen. En sommige zaken moeten vervangen worden. En de distributieriem is er één van. Nou, dat kost €850 met de reparatie van de olielekkage. Het is een vrij krappe calculatie, denk ik. Ik weet niet wat het uurtarief van die garage is, maar ze zeggen, joh, wij doen dat in 4 uur met die waterpomp. Nou, dan moet je hem er redelijk rap tegenaan kwakken. Er zit daar sowieso een multiriem die katsversleten is, misschien nog een spanrolletje. Dus daar gaat van alles bij komen. Dat kost zeg maar €1000. Ja. Dan heb je €1000 uitgegeven, dan staat er nog steeds een auto met versleten schokdempers, een airco die niet goed werkt, een lekkende intercooler, rammelende uitlaat, roestgaten in de dorpels. Er markeert van alles en nog wat meer aan. Ja, het is gewoon zonde om... Kijk, als die daarna weer betrouwbaar is en lekker rijdt, moet je dat doen. Maar dat is niet zo. De motor liep niet goed ook, er markeert iets aan die verstuivers, denk ik. Hij stinkt naar uitlaatgaslekkage uit dat gebied. Dus daar zitten een aantal dikke defecten nog in. Of grote kosten aan te komen. Ja, ik zou het gewoon niet doen. Ik denk dat het gewoon klaar is. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat die elders nog een heel lang leven beschoren is. Want er zitten te veel grote problemen in die auto. Nou Brian, ik vrees dat het weinig goed nieuws is vandaag. Nou, waarschijnlijk ga ik hem wegdoen. Ik moet even een nachtje over slapen nog, maar ja, Joep zegt niet verder rijden, tenminste zo weinig mogelijk mee rijden. Ja, ja. En dan laten repareren of wegdoen. Dus, ja. En als je hem gaat vervangen, wat koop je dan? Heb je al een idee? Ik heb niet echt een idee. Het is kijken wat er in de omgeving te koop staat en of er iets leuks bij staat. Ja, dus het is 25.000 kilometer per jaar ongeveer en je hebt een krap budget. Ja. Dus we zien jullie suggesties wel in de comments.